Hij is het gezicht geworden van alles wat er mis is en was bij NOS Sport omroep V. Tom Egbers. Met name het verhaal over zijn affaire met een stagiaire maakt veel los, omdat hij haar volgens de Volkskrant heeft gepest en getreiterd na het stuklopen van hun romance. Een romance die drie jaar heeft geduurd, zei de presentator gisteren in Kalitsofie. Toms optreden bij Kalitsofie was zeer onverwacht. Hij apte gastheer Khalid Kassem slechts enkele uren voor de uitzending. Hoe het gaat? Niet goed. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Je slaapt slecht. Niet eigenlijk. Je bent verteerd door verdriet over wat er nu gebeurt, al dus de presentator, die bekent dat hij thuis met de gordijnen dicht zit. Om te beginnen bekent Tom dat hij een vreemdganger is. Ik ben 32 jaar getrouwd en heb een aantal duistere periodes gehad in die meer dan 30 jaar waarin ik mezelf niet was, ongelukkig was, eenzaamheid voelde en in die periodes heb ik een aantal buitenechtelijke escapades gehad. Daar heb ik verdriet van en heb ik mijn gezin veel verdriet mee gedaan. De affaire met de stagiaire op de redactievloer van NOS Sport was een van die escapades. Het was in 2005. Ze was een jonge, getalenteerde vrouw en zij was goed, zij was leuk, zij was geestig en zij was een aanvulling op de redactie. Zij was begin twintig en ik was een veertiger. We kregen een klik. Ze besloten volgens Tom om samen van werk naar huis te rijden. We woonden 200 meter van elkaar en hij ging dan ook bij haar naar binnen. Dit was geen seksuele relatie. Wij zoemden als gelijkgestemde. Dat is leeftijdloos. Het was zoenen en daarbij bleef het. Bijna drie jaar, denk ik. Tom heeft de affaire naar eigen zeggen afgekapt uit schuldgevoel en hij beweert dat zij dat niet kon accepteren. Zij zou daarop onwaarheden hebben gezegd tegen zijn vrouw Janke Dekker. Ze heeft dingen gezegd die zo explosief en onjuist waren, maar tevens een bom vormden onder de reddingskansen van mijn huwelijk. Toen ontplofte ik. Wat deed Tom? Ik was echt woedend en ziedend. Ik ben naar haar toegegaan op de redactie en toen heb ik gezegd: ik ga nooit meer samen met jou een onderwerp maken. Wat je nu doet, ervaar ik als een mes in de rug. Dit is te erg voor woorden. Je maakt niet alleen mij kapot, maar ook mijn gezin en mijn huwelijk. Het klopt dat hij de stagiaire herhaaldelijk heeft uitgescholden op de redactie, zoals in de Volkskrant staat. Dat zijn wel woorden die ik herken. Als iemand je een mes in de rug steekt, dan maak ik dat duidelijk. Dat heb ik fout gedaan, dat had ik niet moeten doen en zeker niet, ik meende het destijds wel dat andere collega's er deelgenoot van werden. Het klopt volgens Tom echter niet dat hij een vinger op keelgebaar heeft gemaakt. Ik ben niet iemand die aan doodsbedreigingen doet, ik weet dat dat niet gebeurd is en dat ik dat nooit heb geuit. Verder ontkent Tom dat hij haar is blijven lastigvallen, dat hij een machtspositie had bij de NOS en dat hij niet Aiga Marga die's mentor is geworden vanwege zijn reputatie op vrouwengebied. Ik ben ontzettend verdrietig.